In de rij voor een auto die je nog nooit hebt gezien. Het gebeurde vanochtend bij Tesla-dealers over de hele wereld. Vanaf 10 uur konden mensen zich inschrijven om de nieuwe Tesla Model 3 te reserveren. Een kleine, goedkopere variant van de bekende Tesla. Volgens sommigen wordt dit model de doorbraak in het elektrisch rijden voor het grote publiek. Dat we in de rij gaan staan voor het nieuwste model iPhone, dat kennen we. Maar dat we dat tegenwoordig ook doen voor een auto, dat is nieuw. Nummertje 75, alsjeblieft. Ja, je bent al aan de beurt. Ik ben aan de beurt, ja. Ik kijk er naar uit. Een van de eerste Nederlanders die hem gaat bestellen. De vierde, inderdaad. Dus dit wordt heel spannend. Maar ik weet nog niet wat ik ga kopen. Morgen horen we pas hoe die eruit komt te zien. En dat is nog wel het gekste van dit alles. Niemand weet nog hoe die nieuwste Tesla Model 3 eruit ziet. Pas vannacht om 5:30 onze tijd wordt hij gepresenteerd. Weten jullie hoe die eruit ziet? Nee. Ook voor ons is dat helemaal classified gebleven. En wat weten we wel van die auto? Wat kun je er wel over vertellen? We kunnen erover vertellen dat hij een range gaat hebben van ongeveer 320 kilometer. En hij gaat ongeveer €35.000 gaat die kosten, de vanafprijs. En dat is de helft van wat zijn grotere broer kost, de Tesla Model S. Een paar honderd meter verderop verkopen ze al een volledig elektrische auto voor die prijs. Maar daar geen rijen. We kijken vol bewondering hoe ze dat doen. Dat doen ze gewoon heel slim. En wij hebben eigenlijk hetzelfde product. Toch kun je de nieuwe Tesla, hoe die er ook uit komt te zien, daar niet mee vergelijken, vindt deze trendwatcher. Er is op dit ogenblik geen enkele auto die voor dat geld €35.000 320 kilometer rijdt. Op het moment dat je een auto hebt voor €35.000, wordt de markt gewoon niet 10 keer zo groot, maar 100 keer zo groot. Dan bedreig je echt gewoon de grote merken. Al gelooft nog niet iedereen dat. Ik denk dat alle mensen die erheen willen, vanmorgen ook in de rij stonden. Dus dat zijn ze ook dan? Dat denk ik. Het zijn er dan niet zo heel veel? Nee, ik denk niet dat het hele grote aantallen worden. Tesla mikt op een productie van 100.000 auto's voorlopig. In heel de wereld worden per jaar 80 miljoen auto's gemaakt. Nummer 12. We gaan het zien. In de rij vanochtend hoeft hij in elk geval niemand te overtuigen. We weten niet hoe die eruit ziet, we weten niet wat die kost, we weten niet welke kleur. Dat is toch gekke werk? Nee, dit is gewoon, het is, als je eenmaal in een Tesla gereden hebt, dan weet je waarom je dit doet. Toch hebben ze hun Tesla nog lang niet, want wie hem nu reserveert krijgt hem pas over 2 jaar.